Dat is de eerste trui die Jean-Pierre Roet als onderbehendeling won. Hij zegt, ja, ik zou wel een koersen. Krijg ik een koersfiets? Mijn moeder zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet. Kijk, als ze 70% haalt, dan krijg je inderdaad in de fiets. Hij had 72%, dus woord is woord. Hij krijgt een fiets, de keer erachter 48%. Dus het begin van zijn carrière. De eerste koers dat hij gereden heeft, heeft mijn vader daar niets van geweten, want hij mocht niet koersen. Mijn vader had gekoerst in de oorlogsjaren en vond het een beetje zeker te gevaarlijk. En dan is hij met zijn voetbalkostuum gaan koersen naar Lendeleden. En daar was hij voor de eerste keer tweede. Dus de fiets waar dat hij in de jeugd mee reed met Jean-Pierre was wel iemand die ook altijd heel nauw toekeek op zijn materiaal. Maar dat heeft hij met alle grote kampioenen. Hij was ook altijd een fiere renner eigenlijk. De moderne Frank van den Broek later. Maar hij is nooit een kampioen van België geweest. En Jean-Pierre had al een keer of vijf hem teruggehaald in die war. En die zegt dan op een bepaald moment, Eddie, het is de enige dat ik nog tekort heb op mijn palmarès. En dat is dat kampioenschap van België. Jean-Pierre zegt dus, sprint. Jouw broer heeft Merckx geholpen om kampioen van België te worden. Ja. En daardoor mocht hij mee naar het WK. Ja, dat is het verhaal. En dan wordt hij weer kampioen. Dat is natuurlijk als profrenner de mooiste trui dat je ooit kunt behalen. Ja, hij heeft de kans niet meer gehad om nog ooit in een andere trui te rijden. Nee, dus. Er was ook niemand mee die laatste koers. He. Zijn rug was gebroken. Zijn knie was vermorzeld. Dat is hetgeen die overbleef van zijn fiets. Hij nooit geen mensen meer zijn. En met dat idee moet je verder leven, of anders... We zijn weer ons op slag dood. He. Eigenlijk ook de enige wereldkampioen die als regerend wereldkampioen gestorven is. Dat draagt natuurlijk een groot stuk bij tot de mythe. Heel België stond op stelten. Ik denk dat er 20.000 mensen waren op de begrafenis. De enige die op zijn knieën gezeten heeft op het kerkhof, is Merckx. Nu moet ik zeggen, Merckx had er respect voor Jean-Pierre en wederzijds was het ook zo. He. Wij hadden wel nog Giovanni en dat was Jean-Pierre. Gehoopt niet, qua karakter, qua drang van dat winnen en dat doen. Was compleet gelijk zijn papa. He. Ja, en 5 jaar erachter verliezen hem dan ook. Giovanni is verongelukt, like Jean-Pierre, met zijn fiets. Dat fietsje wat daarmee verongelukt is, had hij gekregen van Freddy Maarts voor zijn eerste communie. Hoe moeten de mensen jouw broer herinneren? Als een jonge, joviale gast. En dat was hij. En dat kan niet. En een kampioen, ja, dat ook.